Hallo, ik sta hier boven de Terrel van Beringen met deze Trek Supercaliber. Het is de fiets waar ik momenteel marathons en cross-country wedstrijden mee rijd en hij is helemaal van A tot Z custom opgebouwd. En op welke manier, dat ga ik je in deze video tonen. Vooraan is er slechts 100 mm veerwag, achteraan slechts 60 en de geometrie is redelijk klassiek, maar toch kan deze fiets echt heel brut terrein aan. Ik heb er onlangs een aantal enduro specials mee gereden in Les Hautes Rivières en dat ging eigenlijk best goed. Aan de andere kant plaatst deze fiets volledig met pedalen, Garmin-houder, bidonhouder, net iets meer dan 10 kilo op de weegschaal. 10 kilo en 81 gram om exact te zijn. Dus dit is een raket in de klimmen. De ISOSTRUT achtervering is helemaal niet te vergelijken met wat je op andere cross-country fietsen ziet van 120 mm veerweg. Je hebt maar 60 en dit is veel progressiever en stugger dan die andere veringen. Alles is gericht op performantie en voorwaartse kracht, zonder dat je echt veel energie of kracht gaat verliezen. Desalniettemin maakt deze achtervering een wereld van verschil met een hardtail. Ik reed het WK-parcours van de Cross Triathlon in Ibiza en dat was niet heel technisch, geen brute afdalingen, maar toch het hobbelde constant en dit gaf tractie, controle en gewoon effectief een betere prestatie op het parcours ten opzichte van een hardtail. Ik schakel met een mechanische XX1-groep en dat schakelt eigenlijk best oké als je het vergelijkt met een AX6-derailleur. En de voordelen zijn dat het wat lichter is, je geen zorgen moet maken over de batterij en je in één keer heel veel kunt op- of lichter schakelen. De crank is een Raceface Era, wat een enduro crank is, maar die is zo licht, die zit maar net boven de 400 gram, dat die ook te gebruiken is voor cross-country. De powermeter is een Power to Max en de bottom bracket is een Hope Stainless Steel. Op deze fiets staan nog de oude SRAM Level Ultimate remmen, dus niet diegene met 4 pistons en je hebt dus iets te weinig remkracht. Dat wordt gecompenseerd door de uitmuntende Galfer Shark schijven. Meer remkracht, meer doseerbaarheid, waar SRAM sowieso al goed in is, en minder oververhitting. Qua bandenkeuze hebben we gekozen voor een Vittoria Barso vooraan en een Mescal achteraan. Beiden in 2.35, die maar net iets meer wegen dan de 2.25, maar meer grip bieden en minder rolweerstand hebben. Op een cross-country marathonfiets vind ik dat een kleine dropper niet mag ontbreken en daarvoor heb ik gekozen voor de DT Swiss 232 dropper. 60 mm drop, supersnelle werking en heel betrouwbaar. Ik gebruik daarbij de L1 hendel van DT Swiss zelf die bovenop het stuur staat, want onderaan staat de hendel voor de lockout. Als we verder naar het stuur kijken, dan zie je dat dat een geïntegreerd stuur-stuurpijncombo is van Bontrager, de RaceShop Limited. Die is licht, 220 gram en biedt ruimte voor een hele mooie Blender Garmin mount. Er kunnen twee drinkbushouders op de Trek Supercaliber en ik gebruik er maar één en dat is een magnetische van Fitlock. Die is klein, handig, licht en voornamelijk heel secuur, want een drinkbus heeft een heel kleine kans om los te rammelen. Nog een klein woordje over de wielen. Dit is een uiterst lichte, sterke en betrouwbare wielset. Van net iets meer dan 1000 gram. 1075, 1080 gram, afhankelijk van de weegschaal. En die bestaat uit superlichte, ultralight Rattenberg velgen. Deze wegen, in mijn geval alle twee 249 gram, officieel 250 gram, hebben een binnenbreedte van 30,6 mm en zijn sterk en stijf. Zijn er dingen die ik effectief anders zou willen zien op deze Supercaliber? Een aantal kleine details. Vooraan is het echt een spaghetti aan kabels, dus dat zou wat mooier, misschien integreerd mogen weggewerkt zijn. De nokblok is net te beperkt. Ik denk dat deze 62 graden heeft en is net iets te snel bij een aantal haarspelbochten. Het gebeurt niet veel, maar toch. En dan eigenlijk het belangrijkste. Ik wil niet een fiets met veel meer veerweg en een veel luiere balhoofdhoek, maar toch een heel klein beetje. 110 vooraan, 75, 80 achteraan, dat zou perfect zijn. En op dit moment de balhoofdhoek is 69 graden, 68, 68,5. Kleine fine-tuning zou deze fiets absoluut perfect maken. Voilà, dit is hem, mijn Trek Supercaliber. Editie 2023. Wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer je dan op Jeffy's Bike Cave. En als je dit echt leuk vond, geef dan ook een like. Bye bye. Ga maar even fietsen, zeker? Hè? Ja!